Goedendag, dit is Kleurnet. En donderdag is traditioneel de dag voor Oost-Europa. Vandaag een programma dat heet Targets. En dat gaat over Joegoslavië. Afternoon, my name is Dragan Veljković and I work for Kleurnet. The program has name Targets and it's about conflict in Yugoslavia. Here today we have two guests, Wim van der Klift, redactor and director of Manifest, new communist party in Holland, and Nico Steinen. Hello. Hello. First we ask Wim van der Klift about this approach problem in Yugoslavia, NATO, and action NAVO-NE. Wim, can you tell us something about the activities that you are making and your manifest newspaper? Yes, I'm glad to get the opportunity to do it. We, as a Communist Party, we started from the beginning reacting to the attacks to the Serbian nation and to the Serbian people from the beginning, because we were very much aware of the fact that there was a campaign against the Serbian people to criminalize the people and the government administration to get entrance in the country, because this is what is the real purpose of all, to get Serbia within the Western sphere. So we started making analyses from the beginning in the paper Manifest about the situation. We, as a party, the New Communist Party, we started organizing demonstrations to get the Dutch people change their minds, change the idea that the enemy is in Belgrade, and try to give the people also some idea about the role of the Western countries, the role of NATO, and so on. So we explained about the specific position of Serbia in the Middle East, in the Caucasus area. So it's not only a question of having a president who is criminal or not. It's a question of the position of the country. It's also a question of the rich, the nature of Kosovo. There are big mines. They have the best wines of the Balkan, and so on, and so on. So we tried to explain the people that there are big interests over their profits, and so on, and so on. But this is what we did as a party, and then we took the initiative to continue this question, because now the bombing has stopped, but the situation still is very dangerous over there. The situation in Kosovo didn't change it in a positive way. There are at the moment many people, 350,000 people are running away from Kosovo to Serbia, the other direction, and now you see that nobody is talking about it anymore. The press is, the media are silent. So this is another question. What we do, we want to fight this battle too. Here I have a book called War, Lies and Videotape. It's about the role of media, how they are in the hands of a few commercial enterprises, and we want to break this open. This is generally speaking what we want. We will continue
to give information to the Dutch people about what is happening really. Do you think that Dutch people have a great deal of interest to follow the situation through the media, because so far they've been manipulated, they've been informed by official medias and newspapers about war and reasons for war in Yugoslavia and in the Balkans? Do you think that you could approach them on the right way with manifest or another, let's say, small local newspapers, or something has to be done, some more radical steps? Yeah, that's of course a very important question. This is one of the most important questions at the moment, because we have to find a way to get in the minds of more people than we are now. But it has to start. It has to start somewhere. You can see what has happened. After years of disinformation, the Dutch people were supporting this NATO bombings, many of them. And so, but and we were very surprised that a lot of Dutch intellectuals followed that line. So we were very much surprised that there was not a intellectual counter information battle. But you see now, after 1 year, that the situation is changing. So more and more people are doubting if it was correct what has happened. So, and we think we have to continue now because of this changing. And you're right, we have to find ways to introduce our ideas in a larger scale of people. And this is what we are doing. We have videotapes. We will organize meetings. We had a meeting in Amsterdam, but we will have meetings in Vlissingen, in Groningen. We will have meetings. We'll have meetings in Utrecht, in Amsterdam. So, and using these videotapes, it's very it's possible to use it in smaller scale situations. So this is what we want to do: make a large movement out of what is very small at the moment. And I think if the Dutch people will realize what was the truth, we will have more support. I'm sure of it. But we have to fight for it. This is true. We have to continue our struggle. This is true. The truth is that it's not easy to find the truth. We have to struggle and fight and put a lot of efforts. So this one, this program is also about bringing the truth to the people. If that was done so in advance before the wars started, maybe it would not happen at all. And now we have to bear the consequences, but it's never too late for truth. And I want to ask Nico Steinen what he thinks about, is it done enough to prevent the war, and what can be done now to explain that war was not necessary at all. It was a war about economic means, but not so much political, like was presented. What more can be done to explain why that happened and how it happened? Ik denk dat ik gewoon Nederlands kan praten. Ik denk dat we tegen een geweldige overmacht strijden. Het verbijsterende feit doet zich voor dat alle media in de westerse wereld kennelijk besloten hebben Servië tot zondebok aan te wijzen, Joegoslavië tot zondebok aan te wijzen. Ze doen dat met grote eendracht en grote kracht. En je bokst dus op tegen een geweldig front. Dat is een feit.
So the fact is that all world media in the world was reorganized and remotivated the Luftaktis in Yugoslavia, naval Luftaktis the Steune, and the, to cover the Zeche, yeah. And to justify it. Yep. Something what was not justified at all. Nee. Er is een geweldige oorlogshysterie gekweekt. Iedereen heeft dat kunnen meemaken. Het aantal vierkante meters kranten wat volgeschreven werd met de misdaden van de Serviërs, dat was gewoon ontelbaar. Het is dus duidelijk dat men de oorlog tegen Joegoslavië doelbewust gewild heeft. En doelbewust op die manier in de media heeft voorbereid. En het is ook duidelijk, ik ben zelf in Joegoslavië geweest, in Belgrado een maand geleden. Ik heb er ook gepraat met Joegoslavische journalisten. Ik ben er op een congres geweest, georganiseerd door een onderzoeksinstelling over de effecten van de NAVO-oorlog op Joegoslavië. En ik heb ook tegen die journalisten voortdurend gezegd van denk nou niet dat wij hier in het Westen een vrije pers hebben. Wij hebben een pers die zichzelf censureert, die zichzelf aan banden legt. En iedereen die dus van die pers, die zich op ander terrein waagt, die kan met de consequenties rekening, die zal met de consequenties rekening moeten houden, die wordt uitgesloten. Iedereen die zich verzet heeft tegen de oorlog in Joegoslavië en die wel eens een stuk heeft gestuurd naar een krant, die heeft dezelfde ervaring als ik. Namelijk dat de opinieredacties van alle kranten in Nederland, dat die een hele grote prullenbak hadden. En alle stukken die je dus schreef om, laten we zeggen, te vertellen hoe het dan werkelijk zat, om tegeninformatie te geven, de verdwenen in de prullenbak. Ik ben zelf een keer opgebeld door de baas van de opiniepagina van de Haagse krant, toen ik een ingezonden stuk had ingestuurd. Die zei, ja, ik vind het een heel interessante visie, die ontvouwt. Het is echt de moeite waard. Maar het is wel heel ver van wat nu als correct gehanteerd wordt. Kortom, hij gaf aan. Ik zou het eigenlijk wel willen plaatsen. Maar het is politiek incorrect. Het valt, je piest te ver buiten de pot. Dus ik kan het waarschijnlijk niet plaatsen. En het is ook niet geplaatst. Ik heb een ander geval meegemaakt. Misschien is het toch leuk om dat even te vertellen. Op een zeker moment was 8 april. Ik weet de datum nog, omdat ik dat pas nog nagezocht heb. Op 8 april verscheen op de televisie, het gewone NOS-journaal, voor 8 uur, voor het nieuws, zogenaamde promo's. Dat zijn intro's waarin aangekondigd wordt wat er later bij Netwerk op de televisie zou komen. Daar werd een promo vertoond van een Albanese man die huilend een satelliettelefoon overhandigde aan iemand buiten beeld. Hij gaf hem dan zo terug. Die man buiten beeld kon je niet zien. Die man huilde erbij en de tekst die daarbij verscheen was: ze zijn allemaal dood. Dat was de tekst die eronder stond bij de promo. Ik heb toen later gekeken naar netwerkuitzending. En daar kwam natuurlijk dat beeld terug. Toen bleek dat die man totaal wat anders zei. Die zei niet, ze zijn allemaal dood. Die zei iets in de trant van, ik zie het niet meer zitten, want het gaat allemaal zo slecht met mij. Ik zie het allemaal niet meer zitten. Dus die zei helemaal niet, ze zijn allemaal dood. De suggestie die gegeven werd, was dat zijn hele familie uitgemoord was in die promo. Nou, dat was dus de tekst niet. Toen heb ik dus gebeld met de redactie van Netwerk. Dat was in dat geval was dat Maria Henneman. De hoofdredactrice heb ik te pakken hadden, zegt ja, die tekst die klopte helemaal niet. Hè? Nee, zegt ze, er was iets misgegaan met de ondertiteling. Maar dat gaat wel meer, dus daar tellen we niet zo zwaar aan. Ik zeg ja, maar het is toch misleiding. Er werd die gesuggereerd alsof de hele familie van die man uitgemoord was. En dat was helemaal niet het geval. Toen vertelde ze wat er dus werkelijk door die man gezegd was. Want ze zei dus, hij heeft het wel gezegd. In een ander gedeelte van de uitzending. Wat had die man nou gezegd? Die man had verteld via de satelliettelefoon aan zijn familie in Nederland van al mijn kleinvee is dood. Al mijn kleinvee is dood. En dat had hij op een ander moment gezegd. Maar hij had dus geen moment gezegd dat zijn hele familie uitgemoord werd. En zo werd het verdraaid voor de Nederlandse televisie. Zo werd dus de oorlogshysterie werd dus opgevoerd
hè, om de mensen in te nemen tegen Joegoslavië, tegen Servië. En je staat dus tegenover een geweldige overmacht om de waarheid en de werkelijkheid en wat er werkelijk gebeurt aan het licht te brengen. Dan sta je met een geweldige overmacht. Maar dat betekent niet dat naarmate dus de feiten zich verder ontwikkelen zoals ze zich ontwikkelen, en dus blijkt wat voor een complete disaster eigenlijk de interventie is geweest in allerlei opzichten. Als je ziet wat er nu in Kosovo gebeurt, natuurlijk verschrikkelijk, een wanvertoning. Dat de mensen niet steeds meer komen open te staan voor de waarheid. En ik hoop en verwacht ook wel dat in de komende jaren steeds meer mensen zich achter het oren gaan krabben van waar hebben we nou eigenlijk achter gestaan. En dat ook de journalisten en de media, hoe langer hoe meer, toch de weg terug zullen moeten aangaan. Dus de gang naar Canossa zullen moeten maken. En wij moeten daaraan meewerken dat het zover komt. Ja, daar is ook andere exemplaren of, case, hoe zal ik zeggen, Nederlands. Zeg maar in Engels hoor. Dan, There is another examples of manipulation door de media. I was in Yugoslavia at that time, hiding from the bombing and air raids and listening to these sirens and trying to watch television at the moments where there was electricity. I've seen on television myself that when they interview some Albanese refugees fleeing from Kosovo, I noticed that they many of them speak fluently, very highly educated English language, so it means that they lived in America or in England or around in Europe, and they came for that special occasion to show that they've been chased and from Serbian police and army, that they are seeking refuge, and everybody can see that it's manipulated and arranged. And now we have to struggle to bring those truth back to the people, and we hope that we can change something, because this war is really unjustified, and it was not a humanitarian disaster. It started actually when the bombing started, and with so many victims. It's about 2,000 killed people in bombing raids for more than 2 months, 5,000 wounded, 1 million people without any income, 2 million people without jobs, a lot of stressed and traumatized people, a lot of objects, bridges, hospitals, schools, factories destroyed. All that can be rebuilt back, but one thing that cannot be rebuilt, that's a feeling of throughout the Serbian nation that Western governments and all the world was throwing bombs on them and blaming them and accusing them of every evil which came on that Balkan. Is that really true that the Serbs are the only one to blame? Mr. Wim, can you tell us something about that? Ik ga het ook met Nederlands doen, dat is toch handiger. Hè? In onze visie is het zo dat 10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden, vooral aan Duitse zijde, het oude plan om de Balkan weer te splitsen weer van stal is gehaald. Vanaf dat moment is de federatie, de Joegoslavische federatie van zeg maar de Tito-federatie, is onder vuur genomen. Doelbewust, systematisch, planmatig. Dat is ook gelukt, hè? Vooral Slovenië, Kroatië zijn, je kunt zeggen, in Duitse handen terechtgekomen, economisch. Daar is op een bepaald moment is de situatie veranderd, omdat ook de Engelsen, maar met name de Amerikanen, een deel van de Balkan in hun bezit wilden nemen. En dat was Servië. Je ziet dan ook dat in die 10 jaar er een voortdurende opwaartse druk ontstaat. Dus eerst wordt er gewerkt met de normale IMF en Wereldbank eisen. Dus de economie moest aan banden gelegd worden. Dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag het geval. Daarna is de politieke druk opgevoerd met de zogenaamde oppositie. Die ook heel nadrukkelijk
geleid wordt door Amerikanen. De, in onze ogen is de zogenaamde vrije pers van Joegoslavië, van Servië. Je kunt zien dat de bezitsrelaties, hè, dat zijn allemaal Amerikaanse bezittingen. Ik zag een van die oppositieleiders het woord voeren een paar dagen geleden, naar aanleiding van een demonstratie in Belgrado. Je had het er net al over. Hij sprak vloeiend Engels, nee, Amerikaans. Hè? Vloeiend. Hè? Dit zijn mensen die ver van de maatschappij afstaan. Dus waar het om gaat is inderdaad wat ik al eerder heb gezegd. Het gaat niet om een volk wat niet deugt of een leider die niet deugt. Absoluut niet. Hè? Het is een fabeltje. Er moest een doorgang komen naar de pijpleidingen van de Caucasus. Er moest een doorgang komen van Duitsland naar de Middellandse Zee. Allemaal oude ideeën ook. Die zeg maar al de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog ook hebben gespeeld. De doorgang tot de aardoliegebieden, de doorgang tot de gebieden met de materialen, de grondstoffen, de doorgang tot de gebieden waar goedkope arbeidskracht, maar wel hoogopgeleide arbeidskracht is. Ook politiek. Er moest een signaal afkomen dat elk land op de wereld dat zich permitteert om zelfstandige koers te willen varen, zal bestraft worden. Het is natuurlijk al voorbij dat alleen socialistische landen op een donder krijgen. Elk land wat zegt een onafhankelijk van het Westen een koers te willen varen, zal worden bestraft. Want dat speelt daar ook. Het is niet alleen natuurlijk de economische reden. Het gaat ook om het feit dat je politiek niet zelfstandig een koers mag varen. Je zult nu ook alleen maar steun krijgen als je meedoet met het Westen. Als je je uitlevert aan het Westen. Als je net als alle andere landen om Servië heen dat doet. Want alle andere landen hebben zich in feite aan het Westen verbonden, overgeleverd. Het Westen heeft daar vrije toegang. Op alle mogelijke manieren kunnen ze erin en eruit. Ze kunnen hun belangen op de best mogelijke manieren daar doorzetten. Is dat what they call globalization and a new world order? Ja, op zijn minst heeft het te maken met de nieuwe wereldorde. Natuurlijk, hè? Dus de unipolaire wereld waarin de Verenigde Staten in feite uitmaakt wat er gebeurt. Overigens is dat interessant, want kijk, we hebben natuurlijk ook gezien dat hier in Europa, het is heel stilzwijgend gegaan. Eigenlijk niemand heeft er zo op gelet, maar er was een bijeenkomst van Helsinki. En daar is aangenomen wat jarenlang niet is aangenomen. Namelijk dat men zich gaat voorbereiden op een eigen Europese militaire macht. Dat is jarenlang tegengehouden. Maar je ziet dus dat die strijd tussen de verschillende belangen, de Europese en de Amerikaanse met in het spoor de Engelse, dat die ook toeneemt. Dat daar ook controversies aan het gaan ontstaan. Dat is ook een reden trouwens waarom we door moeten gaan. Omdat ook de Nederlandse belangen, dat is ook al heel voorzichtig gezegd. Hè? Dus er is een rapport verschenen. Die is geloof ik 2 of 3 keer uitgesteld. Hè? Die mocht niet van Kok. Uiteindelijk is die wel uitgekomen. Er stond nogal wat kritiek ook in. Op het feit dat die grote landen het maar gewoon allemaal zelf uitmaken. Hè? Dat de Verenigde Staten eigenlijk alles maar in zijn eentje deed. Dat soort kritiek is natuurlijk van belang. Hè? Dat geeft dus ook aan dat in de belangengroepen in het Westen ook verzet komt tegen de aanpak zoals die nu gekozen is, waarin in feite met voorbijgaan van alle recht, de alle wetten, van alle dingen die we met z'n allen gecreëerd hebben, hè? Ook instituten als de Verenigde Naties, die Amerikanen gewoon hebben gezet en we gaan het pad bombarderen. Hè? We zien also that implementing a new world order without respecting the sovereignty of the countries in the name of human rights, protecting the human rights, we can see that double standards, for example, in Iraq 10 years ago, when Iraq invaded Kuwait, then America, England and the other NATO countries attacked Iraq, also bombing and killing many innocent civilians. In protecting sovereignty of Kuwait. But in the case of Yugoslavia,
they attack Yugoslavia protecting the human rights. Now they developed a so-called theory of human rights, which is more important than sovereignty of the countries. So they violate the borders and the territory of the one sovereign country, and they call it New World Order. Can and is it allowed, and is it normal that the New World Order is implemented by only NATO countries, and what about the rest of the world? Ik heb daar vooraf met Nico ook over gesproken. Je moet hem zomaar even vragen over de juridische kanten. Er bestaat namelijk volgens Nico absoluut geen juridische recht voor. Maar politiek gezien, politiek-economisch gezien, is dit de situatie waarin we op dit moment leven. Er is natuurlijk een situatie waarbij sinds de Tweede Wereldoorlog één staat, één natie enorm gegroeid is. Dus de Verenigde Staten zijn als sterkste uit de Tweede Wereldoorlog gekomen. En die macht is alleen gegroeid. Dus dan kun je, je kunt het daar dan niet mee eens zijn, maar je moet het wel constateren dat ze het gewoon doen. De brutaliteit neemt toe. Hè? Het verzet daartegen zal ook toenemen, maar is op dit moment zwak. Dus er zijn meer van die brandhaarden op dit moment. Wat daarachter ligt is heel simpel natuurlijk toch alleen maar de vaststelling dat de Amerikanen menen het recht te hebben, en in hun voetspoor sommige andere westerse landen, om de grondstoffen te halen daar waar ze zijn. Die aardolie die duizenden kilometers verderop zit, daarvan zeggen ze dat is onze aardolie, want als wij die niet hebben dan enzovoort. En daar doen ze alles voor. Hè? Dat is ook de kern natuurlijk van die nieuwe wereldorde. Dat ze gewoon denken te kunnen doen wat onmiddellijk in hun belang is. En op dit moment is die brutaliteit nog groot. Hè? Dus we moeten goed kijken naar het verzet. In Havana zijn die ontwikkelingslanden net bij elkaar geweest. Hè? Dat verzet neemt toe. Ik zei net al, het verzet van de Europese landen tegen zo'n situatie, blijvende situatie van dominantie van de Verenigde Staten, zal ook toenemen. Ja, dat zijn natuurlijk groeisituaties. Ik maak me op dit moment buitengewoon veel zorgen ook over de escalatie die rond Colombia plaatsvindt. Hè. Daar is eigenlijk de volgende interventie te verwachten. In Colombia. In Colombia. Ja, dus er is net weer 1,3 miljard dollar weer voor vrijgemaakt. Zogenaamd om de drugs enzovoort. Maar dat is bedoeld om de vrijheidsstrijd in Colombia aan te vallen en dat land onder controle te krijgen. Dat hele gebied onder controle te krijgen. Omdat steeds meer landen in dat gebied toch min of meer onafhankelijk aan het worden zijn. Hè? That is politic divide and rule. First they make some region which is economically interesting. Yeah. They make it politically, they bring it to discredit. Yes. Then intervene militarily, and at the end intervene economically. Yeah. So that is the, how they call it, New World Order. Mr. Nico, can you tell us how to stop that and how to change? Is it possible to bring some changes? Should some other countries take participation in decision making towards more political, economical, social equality? And what can we do about it? Oh ja, er is natuurlijk duidelijk dat op het ogenblik er maar één dominante wereldmacht is, en dat is de Verenigde Staten. En dat er verder een aantal satellietlanden zijn van de NAVO die deelnemen aan deze wereldmacht. En dat voor de rest dus een vacuüm is, een machtsvacuüm. En we hebben zo even ook al gesproken met elkaar over de grote afwezigheid van Rusland. Rusland wat economisch ineengeschrompeld is, maar ook als wereldmacht dus weinig meer voorstelt. En eigenlijk ook een hele bedenkelijke rol gespeeld heeft in de kwestie van Joegoslavië. Eigenlijk ook op zeker moment als de enige mogelijke steunpilaar
van Joegoslavië tijdens de oorlog is weggevallen. Wat dan ook geleid heeft tot het feit dat de Joegoslavische regering eigenlijk niks anders kon doen als capituleren. Dat was eigenlijk het enige wat toen nog kon. En we zullen dus moeten zorgen dat er een tegenmacht opgebouwd wordt tegen die macht van de Verenigde Staten. En wat dat betreft meer balans, hè, natuurlijk. En wat dat betreft hebben natuurlijk alle landen, Wil van der Klift zei het zo even ook al, alle andere landen, die hebben wel een signaal gekregen. Die hebben wel een signaal gekregen dat ze onder de voet gelopen dreigen te worden als ze ook maar op een of andere manier tegen de belangen van Amerika ingaan. Dus ze zullen zich moeten verenigen. De landen die het daar niet mee eens zijn, die een eigen zelfstandige koers willen varen, zullen zich moeten verenigen om tegenmacht op te bouwen. En ik denk dat bewustzijn dat zal moeten gebeuren, dat groeiende is. Tegelijkertijd zullen we ons moeten realiseren wat nou werkelijk het karakter is van dat nieuwe humanitaire interventionisme wat op het ogenblik dus hoogtij viert, hè. Er komen hoe lang meer kritische boeken komen er ook uit over die oorlog en ook over de werkelijke grondslagen daarvan. En een van de belangrijke criticasters is wel Noam Chomsky. Die heeft daar pas een boek over gepubliceerd. En die zegt het nieuwe humanitaire interventionisme, dat helpt niet de slachtoffers, maar dat maakt onderscheid tussen slachtoffers. Kortom, het wezen van het nieuwe humanitaire interventionisme is dat je hebt belangrijke slachtoffers en je hebt onbelangrijke slachtoffers. En dat is natuurlijk ten wezen is dat een diep racistische ideologie. Als je dus slachtoffers hebt die onbelangrijk zijn en die dus per definitie niet geholpen worden, en je hebt slachtoffers die wel belangrijk zijn en die per definitie dus geholpen worden, dan begin je natuurlijk na te denken van wat daar de achtergronden van zijn. De achtergrond kan alleen maar zijn natuurlijk dat het ene geval wel in het belang is van het Westen om ze te helpen. Het andere geval dus het beter is om ze als een baksteen te laten vallen. En dat heeft dus per definitie niks te maken met humanitair interventionisme. Dat heeft alles te maken met racisme. En zo moet je dat dan ook betitelen. Nieuwe ideologie van de nieuwe wereldorde en van het humanitaire interventionisme. Dus interveneren militair om humanitaire redenen om de mensenrechten te beschermen, is niks anders als per saldo een racistische ideologie, zoals die dus plaatsvindt. Het leed van 350.000 Serviërs die nu gevlucht en verdreven zijn uit Kosovo, het leed van 100.000 Zigeuners die verdreven zijn uit Kosovo, het leed van tientallen andere minderheden die bij duizenden verdreven zijn uit Kosovo, is volstrekt onbelangrijk. Zal absoluut niet leiden tot humanitair interventionisme, want dat zijn de onbelangrijke slachtoffers zoals Chomsky dat dus aangegeven heeft. De Albanese, dat waren de belangrijke slachtoffers. Want via de Albanese slachtoffers konden wij vanuit het Westen een poot tussen de deur krijgen om daar onze spelletjes te spelen. En om daar inderdaad militair tussen beiden te komen. En je ziet nu dus ook dat de NAVO in de afgelopen 10 jaar, sinds de Sovjet-Unie in elkaar gestart is, zie je dat de NAVO zijn grenzen opgeschoven heeft tot diep in het gebied van het voormalig Sovjet-imperium. In de Zuidoostflank, de bufferstaat Joegoslavië is verdwenen. De NAVO heeft zich hergevestigd in Kosovo, in Bosnië en in Macedonië en noem maar op. En je ziet dus die expansie van het Westen, zie je dus. En daar had men dus het leed van de Albanese bij nodig. Maar het leed van de Serviërs kunnen we natuurlijk niet gebruiken. Dus dat wordt doodgezwegen. En alle media doen eraan mee. En je ziet dus inderdaad ook, ik wil het nogmaals herhalen, de lafheid en de voosheid van de westerse media. Die dus ook wat betreft hun eigen ideologie van de mensenrechten volstrekt inconsequent zijn. En gewoon rücksichtloos kiezen voor het alleen volgen van de parolen die vanuit het machtscentra worden aangegeven. Van dat zijn de belangrijke slachtoffers en dat zijn de onbelangrijke slachtoffers. Mag ik nog even ingaan op de vraag van wat kan daar nou tegen gebeuren? Want er zijn natuurlijk ontwikkelingen. Want als je het zo zegt, dan zou je kunnen denken van ja, er is toch niks aan te doen. Ze zijn zo sterk, ze zijn zo in staat de media naar hun hand te zetten. Wat is er nog tegen te doen? Dat is ook iets wat je vaak hoort. Interessant, een paar dagen geleden weer op de televisie werd een van die zogenaamde oppositielieden geïnterviewd.
En toen was die Nederlandse interviewer, die herinnerde hem eraan dat hij vlak na het stopzetten van die bombardementen, toen had gezegd, ja, binnen een week of 7 is Milosevic weg. En hij zei, ja, hij is nog altijd niet weg. En toen zei hij, dat was heel interessant, ja, maar toen wisten we niet dat er zoveel Chinese steun zou komen. Nou, dat is interessant natuurlijk. Dat is heel interessant. Dat, kijk, die bommen, die hebben natuurlijk ook iets betekend, politiek. Er is een verschuiving gaande. Landen als India, hè, groot, China ook, maar ook Rusland. We zullen moeten zien wat die Poetin allemaal gaat doen. Maar die hebben ook een signaal gekregen. Die hebben een signaal gekregen van ze gaan desnoods zover. Hè? En dat betekent dat er toch iets aan het veranderen is. Dus ja, Joegoslavië krijgt zeer veel steun. Dat heb ik daar toen ik er was tijdens het congres van de Socialistische Partij van Servië ook gehoord. Ja, er is veel steun. 25% van de dingen zijn al van de vernielingen zijn alweer opgebouwd, enzovoort, enzovoort. Dus dat gaat door. De verhoudingen op wereldschaal zijn anders komen te liggen. En dat kun je ook al een beetje zien in Havana, waar die 177 ontwikkelingslanden bij elkaar. De toon wordt anders, zelfbewuster. In onze manier, en onze bedoel dus de marxistische manier van analyseren, zijn er altijd vier analyse momenten waar je naar moet kijken. Dat is dus de strijd van de arbeidersklasse onderling. Dus de klassenstrijd noemen wij dat gewoon. De arbeidersklasse die in landen in het verzet komt. Dan de strijd van de ontwikkelingslanden tegen het Westen. Dat is het tweede gebied wat je moet bekijken. Het derde gebied is het gebied van de onderlinge inter-imperialistische strijd. Dus waar ik er net ook al iets over zei. En de vierde ben ik nu even kwijt, denk ik. Maar goed, je moet ze dus alle vier bekijken. Je moet dus kijken wat gebeurt er. Jij hebt al gewezen, Nico, op het feit dat de Sovjet-Unie is weggevallen als belangrijke politieke macht ook. Die zorgde voor een zeker evenwicht in de wereld. Dus op dat vlak is die monopolaire situatie ontstaan. Ja. Hè? Dus, nou, moet je even... Moeten we dus analyseren of dat nog altijd zo is, zo sterk ook is als het was. Er zijn ook al veranderingen in. Ze zijn aan het ontstaan. Als je ziet naar de verhouding Westen-ontwikkelingslanden, dan zie je inderdaad ook een steeds groter verzet. Een ontstaan van meer eenheid van ontwikkelingslanden tegen de dominantie enzovoorts. Hoe zit het met de klassenstrijd? Ja, de klassenstrijd in Nederland is niet echt groot. Hè. Dus die is er wel, maar is zwak. Maar de klassenstrijd elders, in Latijns-Amerika, is de zaak aan het veranderen. Dat geeft nieuwe verhoudingen. Dat geeft nieuwe verhoudingen. Dus voor een deel, je moet je altijd realiseren dat dit vraagstuk natuurlijk nooit een vraagstuk is wat we hier al in Nederland kunnen oplossen. Of dat manifest kan oplossen. Of de Vereniging van Juristen voor Vrede. Wij kunnen daar aan bijdragen. Maar voor een goed begrip van de ontwikkeling is het natuurlijk van belang om te zien hoe zich de totale ontwikkelingen plaatsvinden. En daar zijn ten opzichte van 10 jaar geleden toch verbeteringen gegaan. En 10 jaar geleden was iedereen in een shocktoestand. Maar nu beginnen ook mensen hier in Nederland bijvoorbeeld te zeggen, ja, het was er misschien in die Sovjet-Unie niet altijd wat, maar wat er nu is. Dus de mentaliteit van mensen wordt anders. De kijk van mensen wordt anders. En dat is een situatie niet van korte duur. We hebben dat niet morgen voor elkaar. Niet morgen. Maar dat is een situatie waar we op moeten aanhaken. En daarom heb ik ook gezegd, we moeten die situatie continu blijven doen. Het is een zaak van lange adem. Het is echt een zaak van lange adem. De feit is dat internationale pers en media waren ze constant dag en nacht bezig bellen te brengen van vluchtelingen uit Kosovo, meestal Albanese vluchtelingen, maar kwamen ze nauwelijks of bijna nooit bellen van Servische vluchtelingen, die moeten ze ook vluchten, en namelijk de grootste deel toen de bombardement begon. En sinds die oorlog is over, terwijl het nog steeds niet over. Daar
komen ze steeds minder en minder verslagen en beelden uit dat gebied. En terwijl in Joegoslavië nu bijna een miljoen vluchtelingen zit, en humanitaire hulp komt of nauwelijks komt, en Joegoslavië zelf is niet mogelijk dat te dragen. Daarom Joegoslavië heeft eerst begrip nodig en dan via United Nations, Verenigde Naties, humanitaire steun nodig. Maar juridische kant van intervention, dat is juist met grote, hoe zal ik zeggen, twijfels. Ik denk dat daar iets niet klopt. Nou, twijfels is een zwak woord. Het is duidelijk dat de interventie, men noemt het interventie, maar het was in feite gewoon agressie. Een oorlog die gevoerd is tegen Joegoslavië. Want reken dat het was een complete oorlog. Hè? Er is op een waanzinnige schaal gebombardeerd. En wij in Nederland hadden er natuurlijk weinig last van. Maar dat hadden we vroeger ook niet van onze koloniale oorlogen. Maar het was een complete oorlog. En dat deugde natuurlijk geen barst van juridisch. Iedereen die een beetje verstand van rechtszaken heeft, die zal dat moeten onderkennen. Ik ben op een congres geweest in Belgrado, wat gehouden is eind maart. En dat ging over de effecten van de NAVO-agressie op Joegoslavië. En daar was een van de belangrijkste volkenrechtsgeleerden die op het ogenblik de wereld kent. Dat is professor Ian Brownlee. Professor Ian Brownlee is niet zomaar iemand of een links persoon. Dat is een gedegen society figuur. Hij is namelijk ook de landsadvocaat van de Britse koningin. Dus is een man van grote juridische standaard. En die veegt ook de vloer aan. Die zegt, het is absoluut onzin. Juridische interventie bestaat, of humanitaire interventie bestaat helemaal niet. Het kan helemaal niet volgens het internationale recht. Zeker niet met de bommen. En natuurlijk ook niet op de manier zoals dat dan gegaan is met de bom. Maar het bestaat gewoon niet. Het is zonder meer in strijd met het internationale recht. En is dus per definitie een misdrijf. Namelijk een misdrijf tegen de mens, tegen de vrede. En je moet goed zien wat het karakter dan is van die bombardementen, van de oorlog. Het is dus crimineel. Naar juridische maatstaven was dit crimineel. En er zal dan ook nog een staartje aan moeten vastgeknoopt worden. En dat zal ook zeker gebeuren. Ik kan me nog goed herinneren, zo'n jaar of 15 geleden, hoe hier in het Westen over Pinochet gepraat werd. Er werd dus toen gepraat over Pinochet in de zin van, ach, hij doet eigenlijk wel goed werk. Want hij saneert de economie van Chili. Hij zorgt dat de zaak weer een beetje op orde komt. En over zijn misdaden werd eigenlijk in die tijd niet gepraat. 15 jaar later, dus nu recent, hebben we bijna Pinochet hier voor de rechter gesleept. Hij is ons nog ontglipt op het laatste moment. Hè? Maar dat zal ook zo moeten gaan met de oorlog die tegen Joegoslavië gevoerd is. Dat degenen die daarvoor verantwoordelijk waren, ervan uitgaande dat het een misdaad was, dat die op den duur inderdaad ook hier rekenschap en verantwoording voor zullen moeten afleggen voor de rechter. En ik vind dat wij er dus ook toe zouden moeten bijdragen dat dat inderdaad plaatsvindt. En wij zijn dus ook vanuit Juristen voor de Vrede, waar ik dan bestuurslid ook van ben, zijn we dus bezig met het voorbereiden van stappen om hier in Nederland processen te gaan voeren voor nationale rechtbanken, voor de slachtoffers van de bombardementen op Joegoslavië. De slachtoffers van de bombardementen, om hier dus schadevergoeding te vragen voor de nationale rechter op basis van het internationaal recht, op basis van het feit dat dit misdrijven waren. En in die procedures, in die juridische procedures, spreken we niet alleen de Nederlandse staat aan, maar zullen we ook de politici, Kok, Van Aartsen, de graven, de vooraanstaande Kamerleden, de militairen die betrokken zijn geweest bij de bombardementen, die zullen we dus allemaal ook voor daarbij betrekken, op persoonlijke basis.
En de eerste van deze processen zullen binnenkort van start gaan. Ja, Joegoslavië is inderdaad proces ingediend tegen internationale recht, kort van internationale recht in Den Haag. Ja. Niet in Den Haagse tribunaal, criminaal tribunaal. Nee, dat zijn verschillende dingen. Twee verschillende dingen. Ja. Maar is daar wat kans dat eigenlijk te winnen? Nou, dat zijn dus twee dingen. Op de eerste plaats denk ik dat Joegoslavië voor het internationaal gerechtshof vanuit juridische argumenten een zeer sterke zaak heeft. Dus het zou me helemaal niet verbazen als nu in deze situatie uiteindelijk de uitspraak van het internationaal gerechtshof, en nogmaals, dat is heel wat anders dan het Joegoslavië-tribunaal. Het Joegoslavië-tribunaal is alleen opgericht om Serviërs te vervolgen en te veroordelen. En dan worden voor omlijsting worden er nog wat Kroaten en worden er nog wat moslims worden dus veroordeeld. Maar de bedoeling is daarmee de Serviërs te criminaliseren. Dat is de enige opzet van dit schijntribunaal. Want het heeft in feite ontbeert het, zou het rechtskracht moeten ontberen. Het heeft de macht achter zich staan. Dus het kan mensen pakken en veroordelen. Maar het zou in feite rechtskracht moeten ontberen. Maar het internationaal gerechtshof in Den Haag, dat is een gerenommeerd instituut. Dat bestaat al vanaf het begin van deze eeuw. En staten kunnen zich vrijwillig onderwerpen aan de juridictie, aan de zeggenschap van dat internationaal gerechtshof. Dat hebben een aantal NAVO-staten hebben dat gedaan, Amerika niet. Dan zie je weer dat Amerika wel aan de ene kant eist dat Serviërs voor het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld kunnen worden, maar zelf zorgt het ervoor dat het nergens internationale gerechtshof erkent, zodat nergens hun onderdanen veroordeeld kunnen worden, hun burgers, en ook de staat Amerika nergens veroordeeld kan worden. Dat internationaal gerechtshof, daar heeft Joegoslavië een heel belangrijke zaak en een hele goede zaak. Maar je moet nooit op één paard wedden. Het is zo naar internationaal recht dat als er oorlogsmisdaden begaan zijn, en die zijn begaan, maar misdrijven tegen de vrede, dat is een internationale standaard, die kunnen overal op de wereld vervolgd worden. Voor ieder land, iedere staat kunnen die vervolgd worden. Alleen, er moeten mensen zijn die die zaken aanspannen. Dus wij kunnen hier in Nederland, en dat zullen we ook gaan doen, voor onze eigen nationale rechtbank kunnen we zaken aanspannen tegen die oorlogsmisdrijven en voor schadevergoeding. Je moet op meerdere paden tegelijk wedden, dus je moet dus niet alleen wachten wat de uitkomst is van de uitspraak van het internationaal gerechtshof, maar je moet ook de koe bij de horens pakken en hier in Nederland procedures beginnen. En niet alleen in Nederland trouwens, maar ook in andere NAVO-landen. En op het congres in Belgrado zijn daar de eerste bouwstenen voor aangedragen, dat ook in andere landen dit soort processen voor schadevergoeding voor de oorlogsmisdrijven die tegen Joegoslavië zijn gepleegd, voor de slachtoffers, compensatie voor de slachtoffers, dat die aangespannen zullen worden. In Amerika, in Canada, in Duitsland. En ik hoop dat dat van de grond komt verder. En ik heb alle reden ook om dat te geloven. Want naarmate de waan van de dag van de oorlog verder verdwijnt, beginnen steeds meer mensen in te zien dat wat gebeurd is gruwelijk was, desastreus was, verkeerd was, onrechtmatig was. En noem maar verder alle negatieve kwalificaties op. En dat het gezicht wat opgezet wordt van moet je eens kijken, hè, wij voeren een humanitaire interventie, hè, voor die arme slachtoffers daar van dat conflict in Kosovo, dat gewoon maar een voorwendsel was. En voor iedereen wordt dat iedere dag duidelijker dat het een voorwendsel was. Iedereen die zich realiseert hoe de Serviërs nu behandeld worden in Kosovo en hoe de media en de autoriteiten daarmee omgaan. Ik ben vorige week met een delegatie in de Tweede Kamer geweest om te praten met de Commissie van Buitenlandse Zaken. Daar zijn we ontvangen. En ik heb de voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken, dat was de PvdA Valk, heb ik de vraag gesteld van toen er 300.000 vluchtelingen waren in Kosovo. 300.000 vluchtelingen waren in Kosovo. En een paar honderd doden. Toen werd gezegd dat was een humanitaire catastrofe. We moeten humanitair interveneren. We moeten gewapenderwijs interveneren. Dat noemden we een humanitaire catastrofe. Nu zijn er 350.000 mensen
verdreven uit Kosovo. Er zijn honderden doden al gevallen. Niet als gevolg van die zo. Ik heb gevraagd, is dat ook een humanitaire catastrofe? Men wilde dat niet bevestigen. Ik heb gezegd, jullie maken dus onderscheid. Als er 350.000 Albanezen op de vlucht zijn, is dat een humanitaire catastrofe? Als er 350.000 Serviërs op de vlucht zijn, is dat kennelijk geen humanitaire catastrofe. Hoe kun je dit rechtvaardigen? Hoe kun je dit verklaren? Men bleef het een beetje omheen praten. En meneer Valk heeft toen de bijeenkomst afgehamerd. Zo gaat men hier bij de politiek mee om. Men weigert dus te erkennen dat gelijke monniken gelijke kappen, dat het gelijk behandeld zou moeten worden. En dit bewijst wat ik net zei. Hè? Je hebt twee categorieën slachtoffers in de moderne ideologie van het humanitair ingrijpen. De belangrijke slachtoffers en de onbelangrijke slachtoffers. En de Serviërs en de Zigeuners en alle anderen zijn de onbelangrijke slachtoffers. En de Albanezen waren de belangrijke slachtoffers. Want nogmaals, die speelden in het straatje waar Wil van der Klif het net over had. Namelijk dat wij daar konden interveneren en dat we dus daar onze voet tussen de deur konden krijgen. Op weg naar de olievelden in de Caucasus. Ja. Op weg naar de olievelden in het Midden-Oosten. En daar was het om te doen, die oorlog. En daarom werd moord en brand geschreeuwd over de zogenaamde Albanese ellende. Terwijl nu iedereen... Het was een soort emotionele diarree, zo noem ik het vaak. Hè? Mm-hmm. Terwijl nu... Ja. Op dit moment, ik ben bang dat wij zijn een beetje kort met de tijd. Ja. En in een van onze andere programma's zullen we meer horen. En dus onze kijkers meer weten. Meneer Wim, bedankt voor dit gesprek. En meneer Nico. Ja. Tot succes met jullie strijd op deze manier. Dat is een heel belangrijke manier om de mensen te bereiken. Bedankt. En ik denk dat is onze allemaal strijd voor recht en vrede. Hartstikke bedankt. Okay.